motie Clean to Anywhere, ingediend door mevrouw Schouten en de heer Mos. En mevrouw Schouten, u krijgt een minuut de tijd om de motie toe te lichten. Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen begrotingsraad in 2022 is er een motie aangenomen, flexwoningen en tiny houses, ingediend en ondersteund door gemeentebelangen D66 en GroenLinks. Hierin is het college de opdracht gegeven om te zoeken naar locaties waar flexwoningen en tiny houses kansrijk zijn. Het CDA heeft dit gesteund en wil met deze motie Clean to Anywhere, die nu op tafel ligt, een extra richting geven aan het college. Want naast het zoeken van locatie willen wij onze voorkeur uitspreken naar de tijdelijke woningen van Clean to Anywhere. En waarom specifiek deze woningen? Dat zal ik benoemen op 5 punten. Want dit project biedt deels een oplossing voor de woningnood. De woningen worden gemaakt van afval, dus het is duurzaam. Het is een volledig circulair bedrijf. En 4. Het biedt werkgelegenheid voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Ze doen die werkervaring op, wat weer kansen biedt voor doorstroom naar een reguliere baan. En 5. Clean to Anywhere is geen bedrijf, maar een stichting. Een stichting die zich inzet voor maatschappelijke thema's. Er zijn nu genoeg woningen. De hal staat vol. De woningen staan te verstoffen, maar ze kunnen nergens heen omdat ze geen opdracht hebben. Daarom gaat de fabriek over 2 weken dicht en moeten deze kwetsbare mensen noodgedwongen stoppen met hun werk. Dit is voor het CDA onacceptabel. Zo'n mooi project met zo'n goed verhaal, daar moeten we wat mee doen. Het enige wat men nu vraagt is: gemeente, geef ons grond. Laten we ons als gemeenteraad daadkrachtig opstellen en de koe bij de horens vatten. Laten we de eerste gemeente van Nederland zijn die deze tijdelijke woningen in onze gemeente een plaats geven. Dit voor de mensen die een woning nodig hebben, maar ook voor die kwetsbare mensen die de woningen maken. Als gemeente hebben wij hier onze verantwoordelijkheid en hoop op jullie steun. Met dank aan D66 voor het meetekenen. Dank u wel. Meneer Mos, als mede-indiener. Uw eerste termijn. Ja, voorzitter, dit voorstel van mevrouw Schouten en ook haar enthousiaste toelichting die passen naadloos op het programma waar D66 de afgelopen verkiezingen mee inging. En we hebben inderdaad al eerder voorstellen voor tijdelijke kleine woningen behandeld en niet 1 keer, maar meermalen. Maar het extraatje is hier toch dat bijzondere project. En daarom, mevrouw Schouten heeft het eigenlijk al alle argumenten genoemd en wij zijn graag mede-indiener. Dank u wel. Ik ga het rondje af in omgekeerde alfabetische volgorde. En dan begin ik bij de VVD. Wilt u hier iets over zeggen? De heer Meester. Ja, voorzitter. Een sympathieke motie. Maar ik geloof vast dat de wethouder zo'n stinkende best doet om elke locatie waarvan hij denkt, daar kunnen tiny houses komen, dat hij dat meepakt. Want die opdracht heeft hij inmiddels al meegekregen. En ik wil eigenlijk de mening van de wethouder zelf even horen. Hoe de afdeling daarin zit. Dus die wacht ik even af. Dank u wel. De fractie van morgen. Meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, wat meneer Meester ook zegt. We hebben natuurlijk in deze raad al meerdere moties voorbij zien komen rondom flexwoningen, tiny houses, noem maar op. Dus die opdracht ligt in feite al bij het college. Ik heb me nog eventjes verdiept, moet ik eerlijk gezegd, halve vanavond heb ik dat gedaan. In wat zijn Clean to Anywhere, wat houdt het nou precies in en wat is de achtergronden daarvan? Ik denk dat als je kijkt wat is dan de toegevoegde waarde van de motie, dan is dat het. In die zin dat die huizen er in principe al staan en dat het inderdaad van een non-profit organisatie is opgezet. Dus ook mijn concrete vraag aan de wethouder is, voeg dat in het kader van wat we als raad ook al hebben gesteld, voeg dat op dit moment de motie daarin toe of niet? Dank u wel, Hart van Medemblik. Dank u wel, voorzitter. In de vergadering van 10 november 2022 heeft de raad voorgestemd voor de motie flexwoningen en tiny houses. Bij bullet 2 van de onderste regel staat: verzoekt het college prioriteit te geven aan het begeleiden van initiatieven voor flexwoningen en tiny houses. Aangezien hierin omschreven staat begeleiden van initiatieven, maakt het deze motie voor nu overbodig. Er wordt immers over 1 partij gepraat en dat lijkt ons niet de bedoeling. De datum van het onderzoek afgerond moet zijn, is nog niet verlopen. En Hart van Medemblik wacht dit eerst af
voordat er verdere stappen worden ondernomen. Dank u wel. Dank u wel. GroenLinks. Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij vinden het project van Clean to Anywhere een enorm mooi project. We zijn daar ook al op bezoek geweest bij het bedrijf zelf. We hebben ook al meerdere presentaties gehad op regionale bijeenkomsten, waarin werd uitgelegd hoe ze zowel boten bouwen als deze huizen. Ze hebben verschillende projecten daar bij Clean to Anywhere. Enorm inspirerend bedrijf, enorm inspirerende ondernemer die daar bezig is. Nou ja, ondernemer, stichting, hij handelt toch wel als ondernemer, moet ik zeggen. Enorm mooi, inspirerend verhaal. Maar wij vragen ons inderdaad wel af of dit niet al, eigenlijk net als bij andere moties, dus gebeurt dit niet al? Want wij hebben het idee dat er al enorm wordt gewerkt aan een plan van aanpak wat betreft woningbouw, waarin ook de kleine woningen worden meegenomen. Dus ik zou het alleen maar willen ondersteunen, graag neem dit mee, maar niet alleen deze, want hier aan de overkant van de snelweg worden ook woningen gebouwd. In andere dorpen hier dichtbij worden ook andersoortige kleine woningen gebouwd. Dus overal in de omgeving hier worden ze gebouwd. Ze verdwijnen allemaal alleen wel naar de andere kant van het land, want hier willen de gemeentes niet. En daar moet inderdaad nodige verandering in komen. Maar niet alleen voor Clean to Anywhere, maar voor alle bedrijven die hier in de buurt deze woningen maken. Dank u wel. De heer Plekker van Gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Clean to Anywhere is natuurlijk een prachtige onderneming. Begeleiden mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben en gebruiken materiaal weer opnieuw. Maar we hebben natuurlijk andere mooie bedrijven in onze gemeente. En wij vragen ons wel af of je nu één partij zo'n focuspositie moet geven. Het zou veel beter zijn. We hebben een prachtige locatie. Bedrijven schrijf je in. En we geven vooral voorkeur aan ondernemingen die circulair werken. En bijvoorbeeld ook jongeren begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dan heb je een open inschrijving wat dat betreft. En ik vraag me ook wel af hoe andere bedrijven ernaar kijken. Dat is leuk, hè? Deze motie roept op. Gemeente gaat op zoek naar locaties, maar we hebben alvast een bouwer die aan de slag gaat. Dus je krijgt daar wel echt heel scheef speelveld. Dus we snappen de intentie. Wij zijn ook heel erg voor het bouwen van flexwoningen. Maar we vinden het niet zuiver om op dit moment ook voor één onderneming te kiezen. Dat moet je breed inschrijven en daag de bedrijven uit om inderdaad zulke mooie producten te leveren. Dus vooralsnog zijn wij niet voor deze motie. Dank u wel. De ChristenUnie, mevrouw Visser. Ik herhaal de woorden van de heer Plekken. Vooralsnog gaan we niet akkoord met deze motie, maar ik zal hem toelichten. Maar wel even grappig wat u opnoemt. Er wordt de oppositie wel vaak verweten, ik hoorde net ook nog recentelijk met een andere motie, dat je het college wel voor de voeten gaat lopen als je steeds andere opdracht geeft. Nou, u gaf keurig aan welke motie er aangenomen is en waar de wethouder mee bezig is. Eigenlijk zegt u, wilt u nog een keer opdrachten, maar dan met deze erbij doen. Dat is ook een verruiming van de opdracht. Ik neem aan dat als Clean to Anywhere een plek kan krijgen in onze gemeente, dat hij hem krijgt. Ik hoorde ook de heer Plekken zeggen, als ik het goed heb, anders breekt hij wel in de tweede termijn. Ging over voorkeursbehandeling, wordt ons ook vaak beweten. Dat staat ook in deze motie. Hij is sympathiek. Alleen ik hoor u zeggen, de fabriek sluit over 2 weken. Toen dacht ik, heb ik dat nou goed gehoord? En is dat dan geen continuïteitsprobleem als we er wel in meegaan? Kortom, deze motie moeten we echt niet doen. Er zijn genoeg mogelijkheden en de wethouder zal altijd in zijn achterhoofd dit meenemen. En laten we eerst maar eens kijken. U heeft het over locaties zoeken. Locaties zoeken is wel een mooi thema deze keer, deze week. We hebben gisteren in het Oorlogsmuseum en 19 locaties van de provincie gekregen voor arbeidsmigranten. We hebben locaties zijn we aan het zoeken voor woningbouw. We zijn een locatie aan het zoeken voor een zwembad. We zijn locaties aan het zoeken. En als deze er nog een keer bij komt voor locaties zoeken. Dit neemt de wethouder mee voor tiny houses als hij een locatie heeft. Dat weet ik bijna zeker als het dan nog bestaat. Dank u wel. Mevrouw Schouten, u heeft als laatste het woord als indiener. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor wat partijen zeggen, en ik weet ook de heer Plekken, over mooie bedrijven in onze gemeente. Ja, we hebben zeker mooie bedrijven in onze gemeente, maar dit is geen bedrijf. En dat maakt voor ons echt het verschil waarom wij dus voor Clean to Anywhere bewust willen kiezen. Omdat het een non-profit organisatie is. Zij doen dit belangeloos. Dus dat maakt voor ons echt het verschil en vinden wij ook dat we dit dus kunnen indienen op deze manier.
Ik hoor mevrouw Visser zeggen over locatie zoeken. Daar gaat mijn motie niet over. Dat heb ik in mijn inleiding verteld, omdat ik even refereer aan een motie met de begrotingsraad. Maar in mijn motie zelf heb ik het niet over locaties. Ja, u heeft het woord hoor, mevrouw Schouten. Oh, zo? Ja, oké. Okay. Maar dan bedoel ik dus ook een plek te vinden. Maar ja, oké. Okay. Ik wil nu specifiek, laat maar zeggen, omdat mijn doel is, omdat er een opdracht is gegeven om locaties te zoeken met de begroting, heb ik bedacht dat het college daar, laat maar zeggen, al mee bezig is. En nu komt de vervolg. Opdracht om dan bewust voor deze woningen te kiezen. En daar staan we nog steeds achter. En het woord is aan de wethouder, denk ik. Dank u wel. Ja, dan is het woord aan de wethouder. Meneer Broeders, u heeft het woord. De vragen aan u te beantwoorden. Altijd zien. Spreek wel bij jou als ik hem nodig heb. Clean to Anywhere is een prachtig. Ik ga zelf even vertellen hoe ik zelf denk, mevrouw Visser. Clean to Anywhere is een prachtig initiatief. Waarvan ooit door West-Friese gemeente is aangegeven richting corporaties dat ze het heel erg zouden waarderen wanneer de corporaties daar een positie in zouden innemen. En dat heeft ook een van onze West-Friese corporaties gedaan door een aantal woningen te kopen. Toevallig zag ik net een stukje in het Noord-Hollands Dagblad verschijnen dat in Heilo ze eigenlijk woningen neer wilden zeggen. Overigens, het zijn geen tiny houses, het zijn echt groter dan tiny houses. Maar dat ze daar neer wilden zetten in Heilo en dat het duidelijk was dat eigenlijk het grootslag de volledige productie heeft opgekocht. En dat het grootste een locatie zoekt in West-Friesland. Het grootslag, een corporatie. En daarmee nemen we al meteen een gedeelte van uw zorgpunten weg. Want als het zo zou zijn dat deze motie gelezen moest worden als zuiver gericht op Clean to Anywhere en zuiver gericht op één specifieke partij, dan zou ik hem moeten ontraden vanuit termen als die dam, als uit termen van concurrentie. Dat zou het allemaal heel lastig zijn. Aanbesteding inderdaad. Maar volgens mij moet ik deze motie lezen vooral als een opdracht van u om te kijken of er iets mogelijk is met dat positieve sociale initiatief. Maar het zal niet zo zijn dat de gemeente dan rechtstreeks met Clean to Anywhere gaat dealen. Het zal altijd zo zijn dat dat gaat lopen via een initiatiefnemer. En toevallig ken ik ook zo'n initiatiefnemer, want het is al een corporatie die ook een dringend beroep op alle gemeenten in West-Friesland heeft gedaan om een locatie te vinden. En dat begrijp ik, want nogmaals, in het verleden hebben de gemeenten in West-Friesland aangegeven dit heel belangrijk te achten, dat een corporatie zich daar eigenlijk garant voor zou stellen voor die productie. Waarvan net werd aangegeven hoe belangrijk het ook is dat het in West-Friesland geproduceerd wordt. Ja, het is zo dat we natuurlijk bezig zijn met beleid. Maar dat beleid, dat duurt nog wel even. En ik lees deze motie vooral, het college leest deze motie vooral als een oproep om op de korte termijn meteen wat te doen. Niet zozeer richting, zo lezen wij hem in ieder geval, niet zozeer richting Clean to Anywhere. Maar vooral richting initiatiefnemers die eventueel met een plan komen om Clean to Anywhere woningen hier ergens neer te zetten. Mocht dat zo zijn, en ik weet dat er zo'n initiatief ook onze kant op komt, dan zou ik het wel prettig vinden om, zou het college zich prettig vinden om zich in ieder geval in principe door u gesteund te voelen om daar met nog extra meer snelheid naar te kijken. Zo lezen wij deze motie. Ik lees hem niet als een opdracht aan ons om rechtstreeks zelfstandig als gemeente Clean to Anywhere woningen bij de stichting te bestellen en ergens neer te zetten. Maar om positief in te gaan op initiatieven die onze kant op komen. En die initiatieven zijn er. Die initiatieven zijn van corporaties. En volgens mij moet ik hem zo uitleggen en volgens mij beschouw ik het dan als een steun, beschouwt het college het als een steun ook om eventueel richting derden aan te kunnen geven dat het ook een helder, duidelijke wens van uw raad is om, ik maak een laatste zin, ja. Duidelijke wens van uw raad is om hier invulling aan te gaan geven. Zijn er nog vragen aan de portefeuillehouder?
Dank u wel. U zegt net dat u deze motie echt ziet om prioriteit te geven aan het begeleiden van initiatieven voor flexwoningen en tiny houses. Maar dat is letterlijk wat er in de vorige motie dus van oktober staat beschreven bij de bullet. Is dit niet een beetje vreemd dan? De wethouder. Het zou vreemd zijn als deze motie daarmee in tegenspraak zou zijn. Dat is hij niet en dat erkent u. U zegt hij is eigenlijk hetzelfde. Maar hij gaat iets verder dan dat. En zo beschouw ik hem ook. Op het moment dat er nu een specifieke aanbieder zich bij ons meldt. En laat ik eerlijk zijn, die heeft zich ook bij ons gemeld. En uw raad geeft aan, wij vinden dit een sociaal heel wenselijk alternatief. Dan maakt dat ook de positie voor de gemeente. Bijvoorbeeld ook om in overleg met omwonenden te gaan. Een andere, wanneer uw raad heel duidelijk uitspreekt, dit vinden wij een belangrijk initiatief. En op dat vlak gaat deze motie verder dan die motie waar u aan refereerde. Ik heb nog meer vragen. Meneer Plekker van gemeenteplannen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan mij goed voorstellen als bijvoorbeeld de woonschakel of het grootslag aanklopt bij de gemeente. Van nou, we hebben een geschikte locatie. En we willen graag met Clean to Anywhere samenwerken. Ja, be my guest, zou ik bijna willen zeggen. Maar als een particulier initiatiefnemer komt, ik heb een geschikte locatie en die komt bij u. En dan gaat u zeggen, ja, u moet samenwerken met Clean to Anywhere. Dat kunt u toch niet maken? Staat toch een initiatiefnemer vrij om dan met een andere partij in zee te gaan? En dan, wat ik al zei, dan kun je best zeggen, het moet bij voorkeur een partij zijn die circulair werkt, die met mensen werkt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Prima, dan maak je daar een selectie. Maar u kunt toch niet tegen een particulier initiatiefnemer zeggen van, u moet met Clean to Anywhere samenwerken? Maar laten we even, de feitelijke situatie is op dit moment dat de volledige productie van Clean to Anywhere huisjes is opgekocht. Dus het scenario doet zich ook helemaal niet voor zoals u het nu schetst. En natuurlijk, ik wijs niemand de deur die met een initiatief komt. Dat speelt helemaal niet. Het gaat hier even om dat klaarblijkelijk als u deze motie aanneemt, dan geeft u aan dat u dit specifieke product een interessant product vindt en dat we daar extra goed naar moeten kijken. Maar natuurlijk, u hebt helemaal gelijk, als iemand anders zich meldt met een ander product wat we ergens kwijt kunnen, hartstikke goed. Maar het gaat er hier even om, er speelt hier op dit moment iets in West-Friesland. En ja, maar die corporatie hebben al die woningen opgekocht van Clean to Anywhere. Dat loopt al, dus wat voegt dan deze motie daarin toe? Volgens mij moeten we die bedoelende kip niet gaan storen. Nou, het voegt in zoverre iets toe dat op het moment dat wij een locatie hiervoor zouden, dat in overleg met een, laten we het ook even reëel zijn, dus met een corporatie, we een locatie selecteren, dan kan het altijd zo zijn dat daar ook in ieder geval, laten we zeggen, geluiden uit de buurt omheen optreden. Daar zullen we ook op een correcte en nette wijze mee om moeten gaan. Maar u heeft in ieder geval aangegeven dat deze woonvorm een streepje voor heeft op andere woonvormen. En op die manier steunt het eventueel zo'n plaatsing. Maar het is niet zo dat wij hem wegen ten opzichte van andere voorstellen. Dat is niet zo. Oké. Zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder? Ik zag er nog wat. Mevrouw Visser. Hier toch wel even op doorgaan. Want de voorkeursbehandeling blijft toch een beetje ook bij de heer Plekken hangen, maar ook bij mij. En ik vraag me echt af of u nou zo'n motie, want er staat veel meer in, hè, dan het u uitlegt, er staat veel meer in, nodig hebt om gewoon aan het werk te gaan. En als de initiatieven op uw pad komen, dat u gewoon gaat. Deze motie heeft u daar toch niet voor nodig. En de kaders, en dat is een beetje wat de heer Plekken ook zegt, hoe bepalen wij nou of er dan met zo'n woning, omdat er een sympathieke achtergrond achter zit, dan voorgaat en dat we dat gaan plaatsen. Nee, er komt een initiatief en die ligt al bij u. Er zijn plannen. En als u de raad nodig hebt om dat te steunen, be my guest, u krijgt dan de steun die u nodig hebt. Maar daar is deze motie echt niet voor nodig. De wethouder. Deze motie verandert mijn gedrag niet. Dat geef ik meteen toe. Want ik zal verder gaan met gesprekken die op dit moment hierover lopen. Maar ik beschouw het wel als een steuntje in de rug om richting derden, niet richting mijzelf, maar richting derden aan te geven dat uw raad dit ook een belangrijk product vindt. Dat is het enige. U geeft dat zelf nog extra aan. Ik zal gewoon de gesprekken met de corporaties hier verder over gaan voeren. Het is verder oordeelraad. Oké. Zijn er nog andere vragen? Dat is niet het geval. Dank u wel, wethouder. Mevrouw Schouten, ik kijk even of het deze eerste ronde en beantwoording consequentie heeft voor uw motie. Als het niet zo is, dan vraag ik even om een tweede termijn. Ja?
Tweede termijn. Wie wenst nog het woord over deze motie? Ik zie Schut. Dat is niet het geval. Nou, kijk nog even naar u. Wilt u er nog iets over zeggen of kunnen we overgaan tot stemming? Nou, ik wil nog graag even kort het woord. Ik heb natuurlijk ook de wethouder gehoord. En ik vind het toch ook belangrijk dat we ons als raad kunnen uitspreken. En dat we als raad kunnen zeggen, wij vinden dit een belangrijk initiatief. Even kijken hoor, dat het positief is als we hier als raad mee instemmen. En dat zijn eigenlijk de woorden die ik er nog over wil zeggen. Dank u wel. Pieter, mag ik daar even op reageren? Of is Nou, het is tweede termijn, dus u mag een interruptie plegen. Is niet waar de motie over gaat. Dus als mevrouw Schouten zegt, daar gaat het mee om, had u een andere motie moeten indienen. Deze motie gaat vele malen verder. Oké. Mevrouw Schouten. Ja, dat zijn uw woorden en ik luister ook naar de woorden die de wethouder net heeft gezegd. Ik denk dat het verstandig is dat we erover gaan stemmen. De beraadslaging sluiten. En ik neem aan dat we stemming wensen. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Als er niet wordt gestemd, dan mag u een aantekening doen. Maar als er wel wordt gestemd, zoals nu, dan... Ja, mevrouw van der Bos. Ik stem voor dit prachtige initiatief. Omdat er 2 jaar geleden bij een regionale raadsledenbijeenkomst al een gloedvol betoog is gehouden door Marjolein Dullen van Werkzaam, door Hans Kreugen van de Woningstichting. En ze smeekte ons bijna, gemeentes, geef ons grond. En niemand durft erop te staan, in heel West-Friesland niet. Gelukkig was er wel belangstelling vanuit Heilo Limmen. Oh, dit is natuurlijk al in mijn stemverklaring. Maar gelukkig willen we ze in West-Friesland houden. En daarom ben ik vol overtuiging voor deze motie. Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we stemmen. Wie stemt voor deze motie? CDA 5, GroenLinks 1, D66 2, Morgen 3. En dat was het. Wie stemt tegen deze motie? VVD 4, ChristenUnie 1, Gemeentebelangen 5 en Hart voor Medemblik 6. Dan is de motie met 11 voor en 16 tegen verworpen.